Your Future is Now. Ik heb heel veel lezingen gegeven over de toekomst, hoe een en ander zich zal gaan ontwikkelen in de wereld. En meestal niet met mensen zoals jullie. Meestal met veel oudere mensen. Mensen van 40, van 50, grijs en veel ervaring in het leven. Die dachten, we moeten toch als bedrijf, als overheid gaan anticiperen op die toekomst. Dat is toch echt de bedoeling. En langzamerhand ontdekte ik er steeds meer dat die generatie het helemaal niet meer gaat doen. Die zitten zo vast in een bepaald patroon. Het is echt de bedoeling dat je het op een andere manier gaat doen. En het is veel met dat spelen. En waar vind je nou dat spelen nog? Dat vind je bij jonge mensen. Dus kunnen we nog een beetje spelen? Yay! Nog een heel klein beetje bescheiden. Je hoort dat het nog niet zo lang geleden is. Maar eigenlijk is het spelen, dat is eigenlijk niet, dat doe je eigenlijk niet meer als je zo oud bent. Dat spelen is voor kinderen. Maar dat spelen, dat maakt je brein heel creatief. En dat is waar we de komende tijd over gaan hebben. Stel je voor, je wil, daar is de toekomst en daar is je verleden. En je wil daar naartoe. En ik sta zo. En ik wil daar naartoe. Wat is het eerste wat ik ga doen? Even iets harder, want anders hoor ik het niet. Een stap zetten. Oké, okay, wat moet ik doen om een stap te zetten? Want ik sta zo, ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen? De achterste benen naar voren. Wat moet ik als eerste doen als ik naar voren wil zetten? Optillen. Ik moet het verleden achter me laten. Ik moet het verleden, als je naar voren wil, moet je het verleden achter je laten. Je moet bereid zijn als je nieuwe dingen gaat adopteren, ook dingen weer los te laten van het verleden. En dat is ontzettend lastig en moeilijk. En om even te laten zien hoe lastig dat is om te denken buiten je patroon, hebben we een kleine quiz. Doen we allemaal mee met die kleine quiz? Oké. Okay. Ja? Fantastisch. Helemaal leuk. Ik heb drie vragen voor jullie. Drie vragen. En ik vraag aan jullie om allemaal het foute antwoord in je hoofd op te slaan. Niet te zeggen, het foute antwoord. Ja? Het foute antwoord. De eerste vraag die ik heb, wat is de hoofdstad van Frankrijk? Foute antwoord in je hoofd. Niet zeggen, in je hoofd, niet zeggen. Ja. Tweede vraag is, wat is doorgaans de kleinste ruimte in huis? Niet zeggen. En vraag drie, wat is de favoriete kleur van mijn moeder? Ja, niks zeggen. Ja, allemaal drie antwoorden in je hoofd, daar gaan we. Wat is de, maar allemaal tegelijkertijd gewoon roepen, gewoon doe het om het hardst wat je kan, zeg maar. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Ja. Ik hoor er geen een van de dingen. Noem nog eens een paar. Lyon. Dublin, Berlijn. Oké. Okay. Wat is doorgaans de kleinste ruimte in huis? De zolder. Wat is de favoriete kleur van mijn moeder? Bruin, groen, wit. Oké. Okay. Waarom zeg je nou wit? Wit is de favoriete kleur van mijn moeder. Niemand. Je had toch gewoon fiets kunnen zeggen? Of ruimte van. Nee, we gaan niet in discussie. Weet je, stel je voor, hè? Fiets. Maar op zich zit je wel in de goede richting, want je probeert iets te doen wat geen kleur was. Ja, op zich is dat wel. Maar waar het om gaat, is dat vaak is geel of paars. We gaan meteen iets noemen. Dus op het moment dat ik zeg van, goh, zullen we het hebben over de toekomst van school? Gaat er in het hoofd, gaan er allemaal dingen lopen? Hoe die school van de toekomst uitziet. Want we denken meteen in klassen, we denken meteen in leraar, we denken meteen in kennis, we denken meteen in leren. Dat is hoe ons hoofd werkt. Dus hoe moeilijk het is, is het dan om wat nieuws te bedenken. Nou, kleine kinderen zijn hier extreem goed in. Waar deze oefening over gaat, is van welke manier ben je in staat om de toekomst van 2034 vorm te geven. Dus hoe gaat die wereld eruit zien? Er zijn heel veel mensen die zich bezig hebben gehouden van hoe gaat die toekomst er dan uitzien? Dus bijvoorbeeld zo. Of zo. Ja, dat is leuk dit. Of zo. Dan krijg je hier schouderblessure. En nog. En zo. En of zo. Of zo. Of zo. Ja, het is leuk als je dat zo kan doen. Maar. En nog eentje, geloof ik. Ja. Allemaal beelden hoe die toekomst eruit kan zien. Sommige dingen zijn gemodelleerd. En vervolgens zijn er andere mensen die geïnspireerd zijn hoe dat ook zou kunnen. Dat klopt. Maar andere dingen zitten er heel veel technologische dingen in. Technologische wegen en. Weet je wel, er zijn heel veel van dat soort platen, heel veel van dingen, van hoe kan die wereld er dan straks uit gaan zien. En dat is vaak toekomst. Maar als je nou terug gaat naar de dag van vandaag, hebben wij ook een eigen dagelijkse realiteit. Want your future is now, de toekomst begint nu. En we hebben nu al allerlei ontwikkelingen. Nou, een van die ontwikkelingen is dit. Smart devices. Kijk, 1, 2, dus dit. Nog een keer,
En nog een keer. Niet al te ver van nu kan je gewoon zeggen, hey Google of hey Alexa of hey Siri, praat met mijn favoriete merk. Is mijn pakketje al binnen? Kan ik het nog een extra iets bestellen? Wie heeft er, wat hebben mijn vriendinnen daar besteld? Wat is alle vragen die je straks in een eigen herkenbare stem. Ja, daar gaat het naartoe. Maar is niet ver weg meer, want daar zijn nu bedrijven volop mee bezig om stemmen te maken per merk. Zodat je straks aan het merk kan horen, dus niet alleen met het logo, maar je kan horen van, oh, dat is dat merk. We zijn stap voor stap bezig om die toekomst te vormen. En deze meneer was daar al mee bezig. Deze meneer, Dietrich Prins, die werkte samen met Alan Turing. Wie weet wie dit was? Wie weet wie dit was? Wie was dat? Precies. Voor de nazi's, precies. Dus of tegen de nazi's. Ja. Weet je wel? Hele slimme man die werkte aan de allereerste computers. Deze meneer, Dietrich Prins, werkte samen met die Alan Turing. En onder andere aan de eerste schaakcomputer. Dat was de grote uitdaging. Hè? Dus je moet je voorstellen, in een tijd, er was nog bijna geen radio, er was nog bijna geen tv. Vooral wat radio, maar bijna geen tv. Het was allemaal nog helemaal rond de Tweede Wereldoorlog. En in die tijd ging deze meneer aan de slag met computers. En die moest aan zijn vrouw thuis uitleggen wat hij aan het doen was. Had geen idee hoe moest hij dat nou uitleggen. Dus hij schreef een brief en dat ging toen nog met een typemachine. En dan ziet eigenlijk dat hij dus een aantal zaken, zie je hem dus, kunnen deze dingen nou echt denken? Wat ben ik nou aan het maken? Weet je wel, wat ben ik nou aan het, kunnen ze echt denken? En vooral de belangrijke vraag, waar gaat dit allemaal naartoe? Dus in de Tweede Wereldoorlog waren we al bezig met artificial intelligence, nadenken, kunnen we iets maken dat slim is, dat reageert op ons, dat praat zoals ons. Dat zijn de stapjes die we gaan maken. En dit is dan, dus noemden we eigenlijk een big, hairy, audacious goal. Kennen jullie dat woord? In het bedrijfsleven wordt dat heel vaak gebruikt. Dat is een soort een doel wat je met z'n allen gaat nastreven. Wat brutaal is, wat gek is, wat wild is, waarvan je denkt van, nou, dat is eigenlijk totaal onhaalbaar. Totaal onhaalbaar. En toch ga je eraan werken. PHAG, er zit vaak zo'n plaatje erbij, iets van, nou, dat is wel wild als we dat gaan doen. Nou, zoiets dus. Zoiets. En dat was eigenlijk toen die tijd van, we willen dus eigenlijk kunstmatige mensen gaan maken die net zo slim zijn als wij. Of misschien nog wel slimmer. We zijn dus kunstmatige mensen, zelfs kunstmatige mensen. Ik weet niet of je het verschil kan zien, maar ik zie het niet meer. Dit is nog niet zo dat we het straks op elke website kunnen zien. Dat heeft te maken met technologische ontwikkelingen. De technologische ontwikkeling om de andere kant dit te laten maken en te renderen, zoals dat heet, ook in game engines. Dat kan nu nog niet. Maar technologisch zijn we eigenlijk al zover om het al te maken. En aan de spraakkant is dat natuurlijk ook. Dus we zijn kunstmatige maatjes aan het maken die alle kennis krijgen met big data, artificial intelligence. Jullie kennen al die kreten natuurlijk wel. Die straks op allerlei manieren ons van kennis kunnen gaan voorzien. En dat gaat gewoon elk jaar verder. Alleen het gaat nu wel heel erg hard. En dat is niet alleen de virtuele variant. We hebben tegenwoordig ook, dan doen we het toch maar even zo, want dit soort dingen. Piept. Ja, even kijken hoor. Ik wil eventjes, ja mooi hè, goed hè. Nou, dat ga je dus doen hè. Je gaat er dus van klappen. Eigenlijk vind je het wel cool dat hij dat kan, maar ons hoofd weet gewoon dat het een robot is. Alleen we kunnen gewoon kijken van hoe doen mensen dat eigenlijk? Hoe doen mensen dat? En als je dat gewoon goed doet, dan kan je dat doen en dan kan je vervolgens alles gaan doen. Dus ze verwachten ook dat in 2050 het robotvoetbalteam gaat winnen van het gewoon voetbalteam wereldwijd. Dat zijn de stappen die we maken. En als je dit zo ziet, dan denk je, nou, zo onrealistisch is het ook weer niet. Ja, dat ga je dan krijgen, hè. Dus dat, ja, dat is scary. Dus ik zie een hele scary blik van iemand die zoiets heeft van, ik wil de zaal uit, mag ik weg? Maar dat is gewoon, dat blijkbaar vinden we dat fijn om te maken. Dus ik zit hier niet om een soort ideaalbeeld te scheppen. Ik zit alleen maar te vertellen van, blijkbaar vinden wij het fijn om virtuele personen en echte personen te maken in onze gelijkenis, zodat ze dingen voor ons kunnen doen waar we zelf geen zin in hebben. En wat betekent dat dan weer? Wat betekent het als straks robots al het werk kunnen gaan doen? Wat betekent het als robots, als virtuele mensen op allerlei manieren werk van ons gaan overnemen? Hoe gaat die maatschappij er dan uitzien? Dat gaan we vragen aan een bekende man
Dus, kennen jullie misschien, wie kent er AliExpress? Of beter gezegd, wie kent het niet? Wie kent het niet? We vragen naar een Jack Ma. En Jack Ma is de oprichter van Alibaba. Het is een hele slimme man die een bedrijf vanaf niets heeft opgezet tot alles. Het is bijna onmogelijk om al die vaardigheden, het is van een briljant idee, het neerzetten, het aantrekken van geld, het aantrekken van klanten, het opbouwen, het andere mensen verzamelen, grotere organisaties, het afstand nemen, andere mensen ideeën laten inbrengen, is een heel complex ding. Dit is een super, super slimme man. En wat deze man op een wereldconferentie heeft gezegd over wat wij zouden moeten leren voor de toekomst. We need to teach. If it's we're moving away from knowledge, what are the key things? Value. Believing. Independent thinking. Teamwork. Care for others. These are the soft part. The knowledge may not teach you that. Folks, that's why I think we should teach our kids on sports, entertain the music. The painting, art, to making sure humans should be different from, everything we teach should be different from machine. Ik vind het nogal heftig. Dus deze man die heeft een enorm bedrijf met heel veel mensen die voor zich werken. Hij zegt van wat heb ik nou in de toekomst voor mensen nodig? Ja, niet mensen die alles weten. Want alles wat we weten, alles wat we kunnen leren met ons hoofd, dat kunnen computers straks ook. Die heb ik niet meer nodig. Dus alsjeblieft scholen, alsjeblieft leerlingen, ga het op een andere manier doen. En als we nou creativiteit gaan, pak ik er eentje uit. We moeten op een andere manier leren denken. Op een andere manier leren. Geldt voor iedereen. Maar ik heb ook goed nieuws voor jullie. Ik heb echt super goed nieuws voor jullie. Dat gaat straks komen. Om iets nieuws te kunnen bedenken, moet je hersenen in staat zijn om bepaalde verbindingen op andere manieren te kunnen leggen. En deze meneer, het is een man van de NASA. Die gaf een TEDx, een aantal jaren geleden al. En die had eigenlijk onderzocht, daarnaast, ik ken nu allemaal wel zo'n groot ruimtevaartinstituut, wetenschappelijk heel goed doordacht. Creativiteit kan je gewoon meten. Je kan het gewoon meten. Je kan gewoon meten hoe creatief mensen zijn. Dus ze hebben gemeten bij 4 tot 5-jarigen, bij 10-jarigen, 15-jarigen en bij volwassenen, wat hun creativiteit is. Nou, voor de mensen die dit nog niet hebben gezien, sommige mensen zullen het gezien hebben, voor mensen die het nog niet hebben gezien, hoeveel denk je dat bij 4 tot 5-jarigen, hoeveel procent creatief kunnen die denken? 95? 85? Ja, wat je hoge percentages, hè? Oh, sorry. Ja, dat is 98%. Geef het foute antwoord. 15 jaar, 12%. Dus we zitten al, met z'n allen, al in de trap van het minder worden van creativiteit. Maar gelukkig, ik ben 51, hoe erg zou het met mij gesteld zijn? Het is gemiddeld, hè? Ik hoop dat ik wat beter scoor dan dit. Maar het is gemiddeld. Gemiddeld. En als je nou kijkt naar het grafiekje, als je dit nou uitzet in de tijd. Dan zie je, ja, dat is gewoon. Dus dit is wat we nodig hebben. Dit is wat we nodig hebben als leerlingen voor de toekomst. En het loopt zo af. Je wordt ermee geboren en je raakt het allemaal kwijt. Dat is kloten. Maar het mooiste wat we kunnen bereiken is dan in ieder geval door deze lijn. Of misschien als we een beetje mazzel hebben met de goede vakken erbij. Hè, met de goede vakken erbij kan je misschien nog weer een klein beetje omhoog. Dat is wat ik eigenlijk gun. En dit is waar spelen terugkomt. Op het moment dat je in het bedrijfsleven komt, hè, dus je gaat straks studeren of je gaat werken of je gaat, weet ik veel wat je gaat doen, je gaat je eigen bedrijf opzetten of wat dan ook. Op een gegeven moment krijg je een baan en dan krijg je een training erbij en nog een training erbij en nog een training erbij. Jullie kennen het van je ouders, hè, die hebben vast ook wel trainingen en natrainingen. Heel veel van dit soort cursussen wordt heel veel geld aan verdiend om mensen weer creatief te laten denken. Eigenlijk is het veel leuker als je het nu gewoon vasthoudt. Zou het geen veel beter idee zijn? Want je kan het nu al, alleen je verleert het zo snel. En je verleert het zo snel door dingen te doen die je niet creatief laten denken. Dus wat kan je dan wel doen? Leuk dat Thomas Edison, ik geloof dat Marcus het er net ook over had, over Edison. Maar dat is natuurlijk een hele slimme man. Dat is een man die de gloeilamp heeft uitgevonden. Man die, en die heeft dus eindeloos veel nieuwe ideeën en proberen. Tot er op een gegeven moment een nieuw idee kwam. En om een aantal praktische voorbeelden te geven wat je zelf kan doen in je eigen gewone leven, heb ik een aantal tips meegegeven van wat kan je dan doen. Nou,
Linksboven bijvoorbeeld staat een slaapkamer. Nou, je kan natuurlijk naar IKEA gaan om te zeggen van inspiratie te krijgen en dan gewoon de dingen van IKEA kopen om je slaapkamer in te richten. Maar je kan ook zeggen, ik ga het op mijn eigen manier doen. Ik ga zelf die stoffen regelen, ik pak een oud gordijn van mijn ouders of van mijn oma. Ik ga zelf mijn stoffen, dingen aan elkaar knippen. Ik ga iets maken en als het niet lukt, gooi ik alles weg, begin ik weer opnieuw. Zelf dingen doen. Zelfs als het niet mooi wordt, doe het gewoon nog een keer. Het kost het toch niks. Dat kan ook. Ja! Ja, tijd kost het, ja. Want het is heel makkelijk om dingen in te kopen, maar daarmee verlies je dus je creativiteit. Nou, dat geldt ook, rechtsboven. Die meiden hebben natuurlijk eindeloos lang veel muziek geoefend. Eindeloos lang veel geoefend en getraind en geoefend en getraind en geoefend en getraind. Om tot een bepaalde performance te komen. Maar die begonnen ook niet meteen als popsterren. En rechts, dat vind ik helemaal het meest fantastische idee, ga vooral op, pak vooral een tussenjaar. Straks. Als je straks klaar bent, pak een tussenjaar, ga naar andere culturen, oefen je talen, laat je inspireren door andere mensen. En daarna kun je altijd nog studeren. Daarna kun je altijd nog je onderneming starten. Daarna kun je altijd nog alles doen. Maar het opent je mind, het houdt je creatief. Je blijft op een andere manier nadenken. En als je dan toch die telefoon gebruikt, doe dan de creatieve apps. Er zijn eindeloos veel dingen om muziek te maken, te tekenen, te prutsen, dingen aan te sturen, met elkaar te laten communiceren. Leuke muziekjes te programmeren. En weet je wel, dankjewel voor dat. Het was precies het goede moment. Goede timing, dankjewel. Dus in plaats van YouTube, Netflix, Spotify, creativiteit van anderen absorberen, word je zelf niet creatiever van. Soms wel even lekker, maar doe het niet te vaak. Als je tenminste je eigen creativiteit scherp wil houden. En ook iets anders. Als je wil gaan koken, kan je ook koken. Je ouders voorstellen van, goh, zal ik eens gaan koken, gaan verven met eten. Pak je de tafel, leg je een kleed overheen, ga je verven met eten. Probeer het een keer. Gewoon probeer te klooien. Als je een recept neemt van iemand anders, pak je de creativiteit van iemand anders. Maak een keer alles wat oranje is. Alleen maar oranje eten. Of alleen maar blauw, of alleen maar groen, of whatever. Maar probeer op een andere manier te denken. En dat is dan ook een van de tips die je ziet. Als je ergens expert in wil worden, of je nou een expert kok wordt zoals je net zag, of een expert muzikus, die mensen hebben eindeloos lang getraind. Stap voor stap kunnen we leren. En een van de mooiste leerdingen vind ik als ik echt geïnspireerd raak, weet je wel, van wat vind ik nou echt, wie mag nou echt altijd fouten maken? Dat zijn kleine baby's. Want als je kleine baby's hebt, die mogen fouten maken. Dus die mogen leren door te experimenteren en dat vinden we met z'n allen heel erg leuk. En hier, een klein kind mag eindeloos klooien met taal. Dus ik nodig jullie dan ook van harte uit om vooral te blijven spelen met alle dingen die je aan het leren bent. Zodat het leven alleen maar creatiever wordt en alleen maar leuker wordt. Dankjewel voor de aandacht.